Nicolas Caeyers is acteur en influencer. Je kan hem kennen van zijn grappige typetjes op Insta en TikTok. En een paar jaar geleden speelde hij ook Stef in de Ketnet-serie Galaxiepark. De reeks kan je niet meer bekijken op Ketnet. Dat is beslist toen bekend werd dat de acteur seks zou hebben gehad met tieners tussen 13 en 15 jaar, terwijl hij zelf wel al volwassen was. Dat is natuurlijk verboden en daarvoor moest Nicolas naar de rechtbank. Vandaag heeft de rechter beslist dat hij schuldig is. Daarom krijgt Nicolas ook een straf. Hij moet een boete betalen, maar moet niet naar de gevangenis. Journaliste Fatma volgt het nieuws ook voor Karrewiet en legt uit hoe dat komt. Nicolas Caeyers heeft zijn excuses aangeboden aan de slachtoffers. Hij heeft nooit meer fout gedrag gesteld sindsdien. En de kans is klein, denkt de rechter, dat Nicolas Caeyers ooit hetzelfde zou doen. En daarom deze straf. Hij moet wel naar de gevangenis als hij zich niet houdt aan een paar regels die de rechter heeft bepaald. Een van die regels is dat hij verplicht naar een psycholoog moet om hulp te krijgen, zodat het niet meer kan gebeuren. Hey, super tof dat je zo'n grote Karrewiet-fan bent. En als je nu nog meer video's wil zien, klik dan zeker hier.